dat je een mooie jongen zit. Ik ben dat. Orde. We zijn vandaag in de stad waar het laatste begijntje ter wereld is gestorven. Doing this for my girl Marcella, out there. Met de ongeschreven regel, like nooit een oude social media post van iemand. Because that's a bit weird. Let's find it out. Wordt gebeld. Kurves in de leien, motzwamne hemje. Excuseer, ben je een oude foto aan het liken? Nee. Like nooit iemands oude Instagram post. Ah ja, bij stalker. Omdat je anders stalker bent. Ik let daar niet op. Dus ik denk dat andere mensen daar ook niet op letten. En zo valt dat niet op, hè? Niet stalken, nee, maar ik was gewoon even aan het kijken. Ik heb dat geliked, per ongeluk. En was dat je crush of? Ja. Te veel. Niet doen. Niet doen. Guys, niet doen. Ligt eraan wie het is. Als het zo iemand is die like creepy guy die je niet zo goed kent van 27 opeens dat lijkt. In het midden van de nacht, dan vind ik wel raar, maar als het een vriendin is. Heb je zelf ooit al een keer zo'n oude foto geliked van iemand, of niet? Ja. Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja. Maar ik pees uit liked en terug liked, weer al je zo weg doet, dat is het nog altijd zien. Dus ja, zo gewoon scrollen en dan prachtig dubbelklikken. Ja, ja, omdat je eigenlijk wilt inzoomen, dan shit. Ja, ja, dat wel. En op wat wil je inzoomen? Goh, ik weet niet, ja. Het is al een tijdje alleen, van alles hier, ja. Ja, van alles, oké. Okay. Van alles. Of dan bekken zitten inzoomen, die gast. Als je veel oude Instagram-foto's van iemand lijkt, zou ik dat wel zeggen, omdat dat dan een beetje stalken is, precies. Maar één... Goh ja, nee. Ça va. Ja, ça va. Woe! En wie heeft er hier wel Facebook? Ja, maar ik kijk er niet meer nog. En waarom niet? Dat is toch gewoon dezelfde zever dat je ziet. En iemand die spelletjes speelt, zie je ook soms keren gaan beteren ervan. He. Speelt u soms spelletjes? Ja, maar niet op mijn Facebook. Op wat dan? Op mijn tabletten. Dat je een mooie jongen zit. Ik ben dat. Wie gaan die toe? Jawel, soms wel. Bij wie? Alleen bij knappe jongens. He. Ja. Bij knappe jongens? Ja. En zou je dat bij mij doen? Nee, sorry. Nee. Au. Ik ken een heren die eruit kan gaan van genieten. Nee. Ja. Genieten. Genieten van de venten die haar liken. Van de spanningen. Van de spanning. Mag ik achterop springen? Ik zal niet meer gaan. Mag ik niet meer gaan? Stel je voor dat ik dat vermogen had. Zie klaar. Ja, we gaan er een keer op zitten. We gaan er zwaar op. Stap maar op. Toet toet. We zijn verder. Naar de rechtbank. Geen of wel een geschreven regel te worden? Geen. Eigenlijk vind ik dat niet raar, ja. Vind ik dat doodnormaal eigenlijk. Ik vind dat alleen, ja. Moet ik kunnen liken wat hij wilt? Orde! Zaak afgesloten.